Kerstmis. Deze Kerstmis 2023 is het precies 800 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Assisi in een grot bij het Italiaanse heuvelstadje Greccio de eerste levende kerstal bouwde. Hij plaatste een kribbe met stro in de grot en daarin legde hij tijdens de Eucharistie een echte baby, omringd door een os en een ezel en schapen. Sindsdien is zijn voorbeeld gevolgd in vele kerken, maar ook in vele huizen en op zoveel plaatsen waar christenen leven. Wellicht hebt u ook een kerstal staan, want het gaat met Kerstmis over de geboorte van Jezus Christus. God werd mens. Als we in het evangelie kijken, dan is dat verhaal over de geboorte van Jezus heel kort. Het is eigenlijk maar één zin waarin verteld wordt: Maria bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken, legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. U vindt dat in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 2, vers 7. En de heilige Franciscus, die heeft dat gebeuren, samen met enkele details uit het evangelie en wat fantasie, uitgebeeld. Het kind Jezus in de kribbe, op stro, tussen een os en een ezel. Er waren geen beelden. De kerstal werd door de aanwezigen vertolkt. Er wordt verteld dat de mensen toen ontroerd waren door dit nachtelijke tafereel en dat allen in grote vreugde naar huis teruggingen. Die eerste kerstal van 800 jaar geleden en alle kerstallen die we kennen zijn geen toneelopvoeringen of een soort poppenhuisje. Franciscus heeft het geboorteverhaal van Jezus Christus dicht bij de mensen willen brengen. En elke kerstal getuigt: God is mens geworden in een klein kind voor ons allemaal. Kijk eens in deze dagen bijzonder naar de kerstal. Het kind in de kribbe ligt er met zijn armpjes open. Hij wil er zijn voor alle mensen. Hij is gekomen voor elke mens. Ongeacht wie men is, welk verleden men ook heeft en welke kwetsuren men ook meedraagt. Vraag je eens af op wie jij lijkt in de stal. Misschien op Maria of Jozef, vrouw of man met zoveel zorgen. Herders en koningen staan in de stal, armen en rijken. Ik kwam voor elk. Ik wil er voor elk zijn. Elk kan en mag hem in het hart toelaten. Voor elke mens die hem in de kribbe van het hart toelaat, heeft hij de boodschap dat we door God bemind zijn. Dat we vergeving van zonden hebben en eeuwig leven. Dat is het kerstlicht bij uitstek. Vorig jaar vertelde een parochiane mij dat ze ieder jaar bij de kerstal de foto's zetten van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en van enkele dierbaren. Het was voor haar een soort gebed dat haar gezinsleden het licht dat hij ons te bieden heeft
ook in hun leven mogen toelaten. In onze eigen kerst dan, in ons huis, mogen wij voor onze dierbaren daarvoor bidden. In mijn gebed, bij onze kerststallen, in onze parochiekerken van de Federatie Holsbeek, breng ik u ook bij hen en bid daarvoor. Zalig Kerstmis en een gezegend 2024. Thank you.